Cloud computing is niet meer weg te denken. Hè. Cloud computing is iets wat dadelijk gaat komen. Zeg maar in de, voor onze, voor eigenlijk alle, alle, alle instellingen. Hè. Dus alle universiteiten, alle hogescholen. Ja zullen dadelijk toch een keuze moeten maken van ja, waar en hoe willen ze daarmee omgaan. Hè. Dus oftewel, als jij dadelijk een nieuw e-mailsysteem hebt, kun je dat nog steeds. Ja, wil je dat nog steeds allemaal zelf doen? Hè. Of, of wil je dat toch gebruik maken van ja, Google of Microsoft hè, op een andere manier eigenlijk dat, dat in de cloud te brengen. En daarmee dat ook veel goedkoper te kunnen doen en ook veel meer. Faciliteiten te kunnen geven eigenlijk aan de, aan de studenten. Dus uh, ja, dat is iets wat, wat op ons afkomt en waar we een antwoord op moeten hebben. Ik denk punt één dat wij zeg maar, kunnen helpen over met een vorm van standaarden. In de vorm van ja, wat je wel en wat je niet moet doen. He, dus eigenlijk een beetje best practices. Uh, ik bedoel, ik denk dat we daar een, een belangrijke rol in kunnen spelen. Ja, en ten tweede kun je ook afvragen. Of we iets niet beter gezamenlijk kunnen oppakken. Bijvoorbeeld als het gaat over een community cloud. Of dat je zegt van joh, nee, dat willen we allemaal zelf doen. Of we hangen dat gewoon bij, uh, ja, bij Google bij wijze van spreken. He, dus ik denk dat, en dat die, die afweging, denk ik dat Surf een hele belangrijke rol in kan spelen.